Breda nu. Je weet het meteen. Na 60 jaar neemt Surplus Welzijn, voormalig Stichting Vertisontaal, voormalig JEC, afscheid van haar karakteristieke pand aan de Ginnekenstraat nummer 18. Zo, Jan, hoeveel mensen zijn hier nou over de vloer geweest in al die 60 jaar ongeveer naar schatting? Ik heb eens uh, zitten rekenen en ik denk dat we ergens tussen een half miljoen en een miljoen voetstappen hier uh, over de deur hebben gehad. Dan zijn we hier in de entree, zou ik maar zeggen. Wat, wat gebeurde hier? Hier zat de achterdeur en uh, dit was de keuken. De keuken is later omgebouwd tot de receptie. En dat is in feite de plek waar uh, de beroepskrachten aan de gang gegaan zijn. Dus dit was dan de buitenmuur, uh, Jan? Dus hierachter was... Dat was de tuin en in de zomer uh, werd daar ook uh, vergaderd. Ja. Daarna is het uh, ja, omgebouwd tot uh, kantoorruimte omdat het personeelsaantal alleen maar groter en groter werd en er meer uh, activiteitenruimte nodig was. Oké, okay, Jan, dan lopen we hier door de deuren naar buiten, ja, de tuin in. De tuin in en in feite een extra vergaderruimte voor in de zomer uh, en wat toen nog heel vaak vaak kwam, mensen die rookten, die konden ook nog even een uh, sigaretje roken in buiten. Als ik uh, de tuin zie, Jan, dan denk ik toch aan Jan Klerks die hier uh, met een sigaretje. Uh, al ondertussen de situatie van de stad doornam. Ja, en die hebt daar in feite bij het uh, middelste stuk van de glazen wand eigenlijk nog zijn eigen plekje, zijn eigen kantoortje. Ja. Daar had hij uh, een tafel in staan en uh, daar uh, kon je en te roken en uh, vergaderen tegelijkertijd. En, en alle medewerkers hier, ja, zeker als het lekker weer was buiten, die zaten hier ook op allerlei plekken te vergaderen, ja, te praten. Tus, zorg dat de tafels klaar stonden, dat uh, om tien uur de kopjes erop stonden. Het is toch echt een unieke situatie eigenlijk hè, voor een kantoor. Hè, dat je dus uh, ja een soort tuin en het hele pand had iets familiairs. We komen dadelijk nog in die grote ruimte. Ja, en ja, dat is ook bewust voor gekozen om dat stukje tuin in de binnenstad gewoon te houden. Want je had natuurlijk gewoon nog helemaal vol kunnen bouwen. Had je meer kantoor gehad. Maar de sfeer is dan toch wel heel anders in de binnenstad. We lopen nu omhoog, Jan. Ja, de eerste verdieping. Uh, ook kantoorruimtes, ook altijd gebruikt als vergaderruimtes. Ja. En we gaan nu de ruimte in, wat de financiële administratie was. Zo, so, dit is dus een uh, unieke ruimte hier, Jan. Ja, we dus staan nu op een binnenbalkon uh, met uitzicht uh, op de Nu Beginningstraat uh, Verkoopplein. Um, en ja, op zich ook wel een mooie plek denk ik om iets te vertellen over uh, wat allemaal gefuseerd is in de afgelopen periodes. Het christelijk jeugdwerk is hier uh, begonnen. Toen is het JEC gekomen. Die zijn samengegaan met club- en buurthuiswerk en het opbouwwerk. Daar is Vertizontaal uit voortgekomen en uiteindelijk zitten we nu in een band van surplus welzijn. Dus dat zijn al de organisaties die in het verleden, ja, onder andere namen, maar feitelijk met dezelfde doelstelling. Ja, eigenlijk allemaal zelfstandige organisaties, ieder een deeltje. Het JSC bemoeit zich met het jongerenwerk, het opbouwwerk met de, de stadsvernieuwing, het club- en buurthuiswerk met het buurthuiswerk. En zijn samen gegaan uh, ja, om uh, betere producten te kunnen leveren. Dan komen we nu in een hele bijzondere ruimte. Hè? Ja, dit is uh, de, ja, de mooiste ruimte van, uh, van het pand. Het uh, pand gebouwd in 1884. Uh, officieel uh, weggezet uh, als garnizoenwoning voor de KMA. Daarna is er een, een dokter ingezeten. En ja, in de jaren 50 uh, is het welzijnswerk uh, hier binnengekomen. Dit was ja, de ruimte, toen was er die aanbouw nog niet. Hier moest het allemaal gebeuren. Ja, dit was eigenlijk de centrale grote vergaderruimte. En ja, die zat dus uh, de hele week vol met uh, vrijwilligersgroepen die het overal over hadden. Over het bestuur, over de stad, over activiteiten, over uh, de kinderen. Prachtige zeg maar, lambriseringen hier. Hè? De glas loodramen, de schouwen, de open, oude openhaarden, de, ja, de hele entourage, het houtwerk. Dat uh, zou je helemaal niet verwachten bij een dergelijke jongere en, en jeugdige welzijnsclub. Nee, maar het, uh, ja, het heeft er het natuurlijk vanaf begin af aan ingezeten. En het is altijd zo verschrikkelijk mooi gevonden dat het ook nooit aangeraakt is. Anders zou het al lang eruit gesloopt zijn geweest of wit geschilderd. Dat is wel respect voor, de, voor dit kantoor. Maar het is ook gewoon heel erg mooi, dit pand. Dus zonder om daar iets aan te doen. En dat kan ook niet meer, want het is nu ook beschermd monument geworden in de stad. Op vrijdag 17 februari nemen medewerkers, ex-medewerkers en vrijwilligers afscheid van dit pand tijdens een groots opgezette reunie. Jan nou, daar gaat hij dan hè. Ja, na 60 jaar voor de laatste keer doen we de deur van de nieuwe ginnekestraat nummer 18 achter ons dicht.